In ons land is het volkomen legaal. Een liqueur met een extract van coca-bladeren. Het drankje wordt alsmaar populairder in het partycircuit, want er gaat een oppeppende werking vanuit. Ja, Agwa de Bolivia heet het. En het is een Nederlands product dat voor ophef zorgt in Taiwan. De politie nam 2000 dozen van het pepliqueurtje in beslag, omdat er volgens de Taiwanese politie cocaïne in zit. Hallo, mag ik jullie weer aanbieden? Ja hoor. Alles. We schenken het coca-liqueurtje aan iedereen die het wil proeven. En wat gebeurt er als ik dit opdrink? Nou, in Taiwan is het in beslag genomen, maar proef even. Niet! Vanwege het coca-extract. Mag ik even kijken wat erop staat? Ja, wat is het? 30%. 30%? Ja, dat is het alcoholpercentage, maar dat maakt het in sommige landen niet illegaal. Dit nieuws was op de Taiwanese televisie. Het drugsverbod wordt in een aantal landen op een vrijwel krankzinnige manier gehandhaafd. Dus ook als er moleculen van een verboden stof in een drankje zitten, dan is het volgens de wet al illegaal. Ja, ik vind hem ook lekker fris. Nou, slaan we eens achterover. Maar dat voel ik wel. Ik heb nu wel dat ik zoiets heb van zo. Ja, voel je een soort van opgepept? Ja, dat zeker. En ik denk als ik deze neem, dan... Taiwan is lekker dan. Nou, Taiwan weet niet dat hij mist. Het drankje wordt steeds populairder, mede vanwege de oppeppende werking, net als Red Bull. En dat werd onlangs ook in beslag genomen in Duitsland notabene vanwege het cocaïne-extract. Cocaïne ga je pas merken vanaf 10 milligram, maar we spreken hier sporen van cocaïne. Je zou dus honderden flessen van het liqueurtje moeten drinken om iets van de cocaïne te voelen. Maar dan ben je allang dood van de alcohol. En de alcohol is ook de reden dat wij worden aangesproken. Maar ben ik nou een overtreding? Ja, als er alcohol in zit wel, ja. Ja, maar omdat er alcohol in zit? Ja. Ja. Maar niet omdat er een klein extractje cocaïne in zit? Ja, je probeert nou weer wat van me uit te lokken, maar dat moet je niet doen. Nou, het allerlaatste beetje.